Casanova van Ultimate Chaos. En daarvoor nog Gigi D'Agostino met L'Amour Toujours. We gaan de playlist aanvullen. Onze oneindige playlist. Onze verschrikkelijke playlist. De verschrikkelijke playlist. Inderdaad, vandaag in het teken van verschrikkelijke muziek. Pardon. En onze gast die mag hem gaan aanvullen. We hebben hem trouwens op Spotify staan. Je kunt hem daar vinden onder het account van Him for the Weekend, uiteraard. Ja, allemaal muziek uit de uitzendingen. En onder andere ook wat de gast wilt inbrengen in de playlist. Bart, je bent ons gast. Yes. Wat voor nummer wil je graag in die playlist zetten? Dat is een Steve Miller Band met Jet Airliner. En waarom? Heb ik weer geen reden voor. Dat klinkt ontzettend stom, maar ik hoor gewoon vaak... Dan zit ik gewoon op Spotify mijn playlisten door te bladeren. En als ik een liedje tegenkom van, hé, dit vind ik lekker, dan zet ik hem aan. Ja, ik heb daar echt verder geen reden voor. Het is gewoon een gevoel. Oké, okay, maar is het dan ook in het kader van verschrikkelijk of valt het wel mee bij deze? Oh nee, bij deze... Nee. Okay. Bij deze is gewoon... Ja. Ik hoorde net, ik dacht, wel, dat moet al verschrikkelijk zijn. Ja, maar had ik een verschrikkelijk plaatje moeten kiezen? Nee, natuurlijk niet. Nee, hoor. Nee, maar nee, oké. Okay. Goede onderbouwing. Zo, ik merk wel dat ik eigenlijk fris water. Wacht even hoor. Corona. Oh ja, ik had even mijn elleboog moeten hoesten, inderdaad. Ja. Heb je wel handzeep bij je? Heb je handjes gedesinfecteerd? Ja, dat ga ik zo eventjes doen. Ik heb trouwens een pen vast. Die ga ik daar boeien. Iemand... Ja, ik moet morgen nog ook aan die knoppen zitten. Hè? Ik weet niet of je moet ook in die microfoon blaffen morgen, inderdaad. Ja. We gaan hem toevoegen, Bart. En we gaan hem ook helemaal draaien. Ja. Dus Steve Miller-Brand, Jet Airliner. Let me show you. So drink from me. We're on a symphony, so high. Let me shoot across the wall. Him for the Weekend.